De politie is op zoek naar deze man. Als klant komt hij binnen bij een telefoonzaak in Arnhem. Hij heeft interesse in een iPhone. De winkelmedewerker geeft hem een telefoon, maar als hij die terugkrijgt zit er een kras op en voelt de telefoon een stuk lichter aan. Als de medewerker de man hierop aanspreekt, rent de man weg. Op straat ontstaat er een worsteling en krijgt de winkelier een paar flinke klappen. Job, een slinkse wisseltruc. Gelukkig was de winkelmedewerker alert en zag hij gelijk dat het om een andere telefoon ging. Klopt, ja, gelukkig viel het uh, de medewerker snel op. En het is goed mogelijk dat dit soort wisseltrucs vaker voorkomen. Dus we willen echt de winkeleigenaar en winkelpersoneel waarschuwen. Ja, wees erop voorbereid dat je met dit soort trucs te maken kan krijgen. Ja, en de iPhone die de verdachte hier dus teruggaf aan het slachtoffer, dat bleek om een dummy telefoon uh, te gaan. Ja, vermoedelijk was het dus de intentie om die om te wisselen voor de echte telefoon. Heeft het slachtoffer nou uiteindelijk de telefoon ook teruggekregen? Ja, gelukkig wel. Na een worsteling was hij in staat om die telefoon weer af te pakken. Hij heeft er wel een dikke lip aan overgehouden. Maar gelukkig hebben we wel redelijk goede beelden van de dader. Dus we willen mensen vragen om nog even goed te kijken naar deze man. En mocht er iemand zijn die hem herkent, ja, laat het ons dan direct weten. 086070, dat is de gratis stiplijn van de politie. Anoniem melden kan ook via dat anoniem op 0-800-7000.